Aan de Molenstraat in Vught wordt momenteel een kleinschalig appartementencomplex omgebouwd tot passief huis. Een vorm van duurzaam ombouwen en wonen. Een passief huis onderscheidt zich door een bijzondere combinatie van zeer hoogwaardig en aangenaam binnenklimaat en een laag energieverbruik. Het Vughtse passief huis wordt gerealiseerd achter de MT Supermarkt aan de Molenstraat tegenover het nog vrij nieuwe seniorencomplex van Woonwijze. De woningen komen voorjaar 2013 beschikbaar voor kandidaat huurders. Passief huis, dat is dus een duurzaam energieconcept wat wordt gepast in de bouw. Wat heel eenvoudig kan worden vergeleken met een thermoskan. Een thermoskan kent iedereen wel, dat doe je warme koffie of thee in. En die blijft daar enige uren warm, zonder dat daar energie voor nodig is om die warmte erin te houden. En dat doen we eigenlijk hetzelfde bij het passiefhuis in de Molenstraat. Daar gaan we de trias energetica toepassen. Dat is de grondbeginselen van het passiefhuis. Dat wil zeggen... Maak het niet te technisch, hè? Nou, niet te technisch. Laten we zeggen, er zijn drie zaken waar we rekening mee moeten houden. Dat is de eerste zaak is dat wij moeten zorgen door een zo goed mogelijke isolatie toepassen dat er zo weinig mogelijk energie verloren gaat. De energie die we nog nodig hebben, die moet opgewekt worden door duurzame middelen. Door bijvoorbeeld een warmtepomp of in ons geval een pelletkachel. En alle restenergie die we dan nog nodig hebben, die moet zo weinig mogelijk voortkomen uit fossiele brandstoffen. Dus dat is eigenlijk in het kort het principe van het passiefhuis. Dus als we nou zo voor de woning staan, dan ziet u hier een inpandig balkon ook. Ja. Dat wordt naar buiten getrokken. En het inpandige portiek aan de achterkant, die wordt ook naar buiten getrokken. Daardoor krijg je eigenlijk 10 vierkante meter netto woonoppervlak erbij. Ja. En heb je die extra slaapkamer erbij. Oh, okay. En dat is voor heel veel mensen heel erg fijn. Dus ik heb hier ook nog een tekening van hoe het eruit gaat komen te zien. Okay. Dat ziet er fantastisch uit. Ziet er mooi uit, hè? Ja. Kijk, en, mensen merken binnen, ze krijgen meer ruimte. Ja. En uiteindelijk gaan ze goedkoper wonen. Ja, mensen zijn er ook heel enthousiast over. We hebben een vooradvertentie geplaatst. En we worden eigenlijk bijna platgebeld van kunnen wij, wat houdt dit in? En, dus 31 oktober komt het in de krant en dan gaan we mee aan de slag. En dat passiefhuis hebben we nu het eerste in Vught voor de beeldvorming van de kijker. Dat staat tegenover de hoofdingang van het prachtig mooie complex van Woonwijze aan de Molenstraat. Tegenover Paul Kuppers enzovoort. Ja, precies. dit was een bestaand complex, een kleinschalig appartementencomplex. Precies, ja. Zijn al die appartementencomplexen relatief simpel om te bouwen? Nou, om de hoek achter de Ocel hebben wij onlangs hetzelfde complex omgebouwd voor Cello. Dat zijn zorgappartementen geworden. Toevallig zijn mijn collega van duurzaamheid Hans van Maurik en ikzelf bij Nieuwkuik op visite geweest. En daar hadden ze eenzelfde complex, daar hebben ze passiefhuis principe toegepast. En dachten wij van nou, als hun dat kunnen, dan moeten wij dat ook kunnen. En wij hebben daar eigenlijk alles op alles gezet om te kijken of dat ook toepasbaar is. En dat blijkt ook zo te zijn. Dus wij kunnen van 8 kleine twee-kamerappartementen maken wij 3 wat ruimere. Maken wij 8 drie-kamerappartementen van circa 62 vierkante meter. Dat gaat eigenlijk allemaal heel erg goed. Dus, is dit nu een nieuwe trend? Is dit een pilot? Het is geen pilot. Het is eigenlijk de eerste grootschalige toepassing was in Roosendaal. Daar is de Kroeven. Er zijn 250 woningen passief gemaakt. Renovatie, dus wil zeggen bestaande bouw. En de kunst van passiefhuis is eigenlijk te laten zien dat we van bestaande bouw. Dat we niet per se hoeven te slopen. We kunnen door een dikke isolatie en we kunnen door het toepassen van verschillende technieken kunnen we de woning nog duurzamer maken dan een nieuwbouwwoning. En dat is de kunst. Nou, staan er in Vught is niet zo heel veel ruimte meer voor nieuwbouw. Nee, dus zal de komende jaren zal daar relatief veel gesloopt worden en veel worden herbouwd, geherstructureerd. Ja, precies. Gaan we dit daar toepassen? Nou, dat is dus een van de redenen waarom we nou in dit stadium dit project hebben opgepakt. Om te kijken of het überhaupt technisch haalbaar is. En zo is het dan ook financieel aantrekkelijk. Dat blijkt dus zo te zijn, anders hadden we niet gestart. En dit nieuws betekent ook dat wij bij toekomstige herstructureringen zullen kijken dat of niet alles gesloopt hoeft te worden. Dus de mensen krijgen binnen de ruimte die vroeger nodig was voor de trapopgang, die krijgen mensen in de woning erbij. Ja. Ja, dat is fantastisch. Plus het balkon, die zat eerst ook aan de binnenkant. Het vergroten van de woning. Ja. De dikte van de viltstift, zeg maar. Oké. Ja.
dat zijn de bergingen. Hier komen de bergingen inderdaad, hier is de fundering voor de bergingen. Oké. Okay. Oplevering eerste week april. Dus ze zetten er flink wat vaart achter. Nou, het is in principe voor iedereen beschikbaar. Het enige wat de toekomstige huurder wel moet begrijpen is dat wij graag inzicht willen hebben in het energieverbruik van wat er nog verbruikt gaat worden. Dus dat ze dan daar wel, daarvan moeten ze wel akkoord gaan dat we dat monitoren op een bepaald niveau. Het is voor iedereen beschikbaar, van 18 tot 65 plus. Ze komen 31 oktober komen ze in het Klaverblad beschikbaar. Er is al een vooraankondiging geweest en vanaf dat moment kan iedereen reageren. Je weet hoe het werkt in Vught, hè? De wachtlijsten zijn precies, lang, de druk is hoog. Ja, dus iedereen langer, die dit ziet en hoort, die denkt, hey, is dat dan misschien iets voor mij? Ja, precies. En die vooraankondiging heeft voor flink wat reuring gezorgd. En ik heb al wat telefoontjes kunnen beantwoorden van de eerste enthousiaste mensen die daar heel erg geïnteresseerd in zijn. Dus ik kan niet wachten tot iedereen... Maar iedereen kan zich pas vanaf 31 oktober, als de aankondiging is geweest, kan men zich pas melden bij Walwijs. Ja, vanaf het moment dat ze in het Klaverblad staan.